Hey jongens, ja, we gaan verder met het vervolg van Atletico Madrid. En Valencia wilt Mario Suarez kopen en dat ga ik hun zeker niet uit de weg leggen. Wel een klein technisch probleempje dat ik heb en dat is eigenlijk mijn recording. Er is iets mis met mijn Bandicam. Al mijn spelletjes wil hij goed opnemen. Wel, ik heb gewoon getest niet dat ik iets anders opneem, maar FIFA niet. En nu denk ik dat het aan FIFA ligt, dus zou ik mijn FIFA opnieuw moeten installeren om misschien dat probleem op te lossen. Maar dat ga ik dus nog niet doen, want ik vind mijn carrière moet hier super chill bij Monaco, bij Atletico Madrid. En daarmee zou ik graag het zo houden. En ga ik gewoon spelen. Je zult veel meer gewoon zo kleine flitsjes zien van opnames, omdat ik nu op een andere manier moet opnemen. En als ik zo opneem, dan begint mijn spel traag te lopen en is het echt moeilijk om FIFA te spelen. Dus je gaat meer zo wat flitsjes zien. Maar dan zullen we het er zomaar mee moeten doen. Zolang dat we maar verder geraken in deze carrière, moeten we wedstrijden winnen, kampioen winnen, kampioen winnen, kampioen worden. En dan hebben we 2 seizoenen gedaan met Atletico. En kunnen we het spel opnieuw installeren. En kan ik terug andere dingen beginnen doen. Maar in de tussentijd zal het dus alleen Atletico Madrid worden dat wordt geüpload. En zal ik misschien voor een ander spel zorgen in de tussentijd. Zodat het niet alleen maar carrière mode van Atletico Madrid is. Dus dat was eigenlijk alles wat ik daarover moest zeggen. Als we nu kijken, de transferperiode zit er bijna zo goed als op. Die zaak daar met Benzema die zal niet doorgaan, jammer genoeg. Daar gaat de transfer net te rap voor gedaan zijn, jammer genoeg. Anders had dat wel echt een mooie aankoop geweest om Karim Benzema in ons team te hebben. Sad face. Daar zegt Cavani naar Bayern. Mooi, mooi, mooi. Ah, daarmee, dat was Benzema altijd afgewezen. En nu ja, moeten we niet proberen, want die kan toch niet meer komen. En wat echt nog geld genoeg. Maar Sturridge. Sturridge zal het nu wel moeten doen bij ons. Oké, Zaragoza. Zaragoza. Kom op, team. Let's do it. Valasse 2-0. Koke en Romelu Lukaku. Kwalificatie Europees kampioenschap. Portugal gewoon simuleren. Niets belangrijk voor deze carrière mode. Hoe Cristiano Ronaldo het ervan afbrengt. Waarschijnlijk beter dan op het WK. Hopla, 3-2, mooi, 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 mooi. Real Sociedad. Let's simulate that game also. We staan met 5e, mooi, mooi, mooi. Hier was ik denk ik aan het kijken hoeveel ze daar Real stond. Kwestie van, zou ik het zelf spelen, zou ik het niet zelf spelen. Maar ik heb besloten om terug alleen zowat de Champions League matchen en de echt belangrijke wedstrijden zoals Barça en Real. Oké, let's do this. Real Sociedad. Sturridge, Diego Rodriguez, Koke, Fellaini. Oh, Samuel Sauls in de 83e minuut. Hero. Hero. We willen hier laten weten dat we erg tevreden zijn. Het zal wel zijn. En hier onze eerste match in de Champions Cup tegen Spartak Moskou. Dan nog Liverpool en Celtic in onze poelen. Mooie poelen zou ik zo zeggen. Oké, er was dus echt niets, maar ook niets in deze match gebeurd. Echt super erg. Maar bah, geen los, hè. Dat is ook al redelijk belangrijk. Dus met 0-0, clean sheet voor de keeper. Pakken een puntje. Niet al te slecht, niet al te goed. Kon beter, maar. Goh, we gaan er nog niet over klagen. Dus ja, laten we maar verder gaan in de Liga BBVA. Tegen Granada. 2-0 winst. Zo moet dat. Blijf zo verder doen, jongens. Sergio Roberto. Ik speel echt graag met die jongen. Sergio Roberto. Sturridge en Lukaku scoren. Mooi, 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 mooi. Kom op. Ja, fris genoeg om tegen Mallorca te spelen. 1-0. Fellaini rood. Origi scoort in de 5e minuut.
En nu de laatste match van deze aflevering, hè? Tegen Celtic. Let's play that game. Eens kijken, hè? Ja, Royce, tuurlijk gaan we met Royce spelen. Joao Franck, Shaw zal dan ook wel spelen. Oh, Varane, ja. Sergio Roberto, Pogba, Ampiampiong, Lukaku, Morata. En gaan we het dan zo laten, Raul Garcia. Nastasic moet er toch nog af. Oké, Celtic Beast. Ierland, laat zien wat je kan. Blijkbaar niet veel, want Sergio Roberto maakte 1-0 in de 27e minuut. Ons team staat solid en we spelen ook solid, dat kan ik wel zeker en vast zeggen. We zijn niet slecht bezig met dit team. We are owning that shit. Oké, Marco Reus speelt heel die flank gewoon af. Marco Reus, Lukaku! 63e minuut. Romelu Lukaku. En nu gaan we wisselen, zeg. Hoho, mooi, 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 mooi. Reus met de assist. En hier is Fellaini, een van onze wissels. Naar Sturridge. Sturridge op de keeper, want die kan toch nooit scoren bij mij. Maar Lukaku, Fellaini, maakt het af met zijn Afrojacks. Jawel. Fellaini maakt het 3-0. Kei blij, we winnen. Mooi tegen Celtics. We pakken de 3 punten. Betekent dat we op 4 punten komen in deze groep. En dat onze grootste concurrent waarschijnlijk Liverpool zal worden. 2 schoten van die man en 7 van ons. Super zot. Espanyol. Eens kijken ze. Fellaini. Haha. Echt zo van, wie gaat er niet mee? Oké, Diego gaat niet mee. Kom op. Laten we niet te veel puntenverlies leiden op Real. 3-0, Morata, Royce, Pogba. Maar goed bezig. De nieuwe held van Atletico Madrid, Marco Royce. Dat zou ik ook wel zeggen, ja. Kom op, Portugal. 1-1, ja. Kan beter, kan slechter. Nu tegen Roemenië. 2-0. Het zal wel zijn. Real Betis. Teampje samenstellen met wat mindere spelers, zodat we zeker tegen Liverpool pretty fresh zijn. En Liverpool zal dan de volgende episode aan bod komen. De Clash. In die aflevering Liverpool, Real Madrid, Barcelona, allemaal vlak achter elkaar. Hoe gaat mijn team dat verteren? Ik weet het, ha, maar jullie zullen moeten wachten tot de volgende keer. Amai, kuch, kuch, kuch. Cavani voor Pogba. Yep. En laat het teampje dan maar staan. Jawel. Niet te veel moeite doen. Diego nog mee als wissel. Walker mag thuis blijven. Iedereen mag moe worden. Je ziet dat, dat is echt duidelijk. Hè. Ik ben toch zo bezorgd aan mijn spelertjes. Zo sweet. Oké. Kom aan, Atletico. Laat zien waar jullie van gemaakt zijn. 15 minuten, 0-0. Oeh, 1-0 achter. Xavi Torres. Kom aan, we mogen niet meer verliezen die match van Liverpool ingaan, hè. Ai, 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 ai. Nee, 1-0 verlies. Jammer. Oh, Liverpool heeft ook nog maar 3 punten. Damn. Atletico staat er goed voor.